Het strand, de laatste strook zand tussen duin en zee, is een extreem leefmilieu. Met storm gewelddadig en gevaarlijk. In hitte net een woestijn aan zee. Toch is het strand voor veel mensen een favoriete plek om in de natuur te zijn. En ook een geliefd biotoop voor veel andere organismen. Voor planten is het er veel te onrustig door de wind, het getij en de golven. Maar er is wel leven dat afkomt op het vloedmerk, aangespoeld organisch materiaal, zoals schelpdieren en wieren. Vooral na een flinke storm heeft de zee veel vloedmerk afgezet, waardoor het extra druk is. Aangespoelde schelpen zijn een lekkernij voor mantel- en zilvermeeuwen en drieteenstrandlopers. Steenlopers speuren naar vliegen en strandvlooien. Die eten van het aangespoelde wier. Daar waar veel schelpen zijn aangespoeld, ontstaat een schelpenstrand. Dit is een ideale plek voor de dwergstern om te nestelen. Ze vormen kleine broedkolonies en hun eieren vallen bijna niet op tussen de schelpen. Dichtbij in de branding kunnen ze hun voedsel vinden. Ze broeden op de grens van water en land. Dwergsterns zijn daardoor de waaghalzen van het Waddengebied.